Tweede klasse D. Die tweede klasse D pakte Vitesse Delft vorig weekend. Belangrijke punt. Nu gaat de ploeg van John Hagen op bezoek bij Spirit. Ja, en dan zou je haast zeggen, het is nu een zaak om even door te pakken. Klopt. Zoals trainers dat vaak beogen te zeggen, een kleine serie neerzetten. Ze pakten echt een hele nuttige overwinning afgelopen weekend. En bij winst doen ze ook gewoon goede zaken. Want dan komen ze maar op één puntje van een Spirit zelf. Maar Spirit uit is lastig. Ik heb nog even gekeken op de regio-site. En dan, daar wist ik te lezen dat de ploeg ook weer compleet wordt. Ja. Uitblinkt door toch een twee, drietal spelers die vaste waarden zijn, terugkomen. En die trainer kan nu dus ook luxere keuzes gaan maken. Laten we hopen dat Vitesse Delft met John Hagen daar een sterk Vitesse tegenover kan zetten. En stiekem gewoon toch die punten mee naar huis neemt. Zeker belangrijk. Gaan we naar de tweede klasse C. Velo dat speelt thuis aan de Noordweg tegen DSO. Ja, Velo, ploeg van Edwin Vurens, moet zich wel even herstellen van een tik die ze afgelopen zaterdag gekregen hebben. Terwijl DSO, dat zit weer een beetje in die winning mood. Dat kan aansluiten bij winst. Zeker, die doen het gewoon de laatste drie wedstrijden uitmuntend. 9 punten gepakt. Ja, en die ploeg van Oscar Biesheuvel is toch gaandeweg de competitie wat beter in zijn vel komen te zitten. Dus het verschil tussen die beide ploegen is nog maar 4 punten. Weliswaar nog steeds in het voordeel van de Wateringers. 19 punten ten opzichte van 15 punten. Ja, het is maar even de vraag of die 7-2 nederlaag, hoe hard die aangekomen is. In ieder geval even wat. Ik bedoel, je speelt dan tegen een concurrent, je staat bovenaan, tegen nummer 2. Kijk, verlies, dat zit een uitwedstrijd altijd erin. Maar 7-2, dat gaat heel hard. Kijk, ik heb begrepen dat ze nog na die 3-0... eigenlijk heel gedurfd met 4 spitsers aan gaan spelen. Ja, als dan de eerste de beste tegenaanval erin gaat, ja, dan zakt de moed in je schoenen. Dat ze uiteindelijk toch nog 2 keer gescoord hebben, ala. Maar goed, ik neem aan dat Velo zich komende zaterdag zeker voor eigen publiek wil revancheren. Maar het zal niet makkelijk worden tegen deze. Nee, en Voorschoten, de nieuwe koploper, zal ik maar zeggen, André Louwens. Die spelen weer thuis trouwens en tegen Soccer Boys. Dan zou je eigenlijk, als je naar de ranglijst kijkt, zeggen van ja, dat moet eigenlijk een eenvoudige winst worden. Klopt, maar als je dan net iets verder kijkt, dan zie je inderdaad dat een Voorschoten blaakt van het zelfvertrouwen na die eclatante overwinning op Velo. Maar dat Soccer Boys, dat verraste toch ook HVC. Dat is geen verkeerde ploeg. En die hebben ze gewoon met 4-0 naar huis gestuurd. Dus ik denk dat André zijn ploeg zal waken voor onderschatting. Want ik denk dat wel eens de grootste tegenstander kan zijn. Dat je niet gaat zweven, dat je denkt, na een 7 klapper tegen Velo. En met het duel Velo-DSO op het programma. Ja, als Velo dan, of Voorschoten dan kan winnen. Nou, dan kunnen ze best wel eens een gaatje slaan. Zeker. Kijk ook nog even bij Ter Werf. Want Ter Werf begon ook heel zwak aan het seizoen. Maar Lieverlee, de ploeg van Oostrum-Soeren, heeft het wel aardig hersteld. En als je ziet waar ze dan nu staan. Ze krijgen een monster op bezoek. Ja, dat heeft de punt ook. Hard nodig, met andere woorden. Ja. Twee ploegen die allebei zullen gaan voor de winst, denk ik. Ter Werf natuurlijk stiekem opgeklommen naar die derde positie. Afgelopen weekend al die 5-1 winst uit bij RCL. Ja, en Monster, toch ook een ploeg die de laatste weken puntjes sprokkelt, zeg maar. Maar goed, als je nou even kijkt. Derde, zoals gezegd, Ter Werf. En Monster dan de 12e. Maar die hebben maar 4 punten minder. Klein is het verschil tussen die ploegen in die afdeling. Maar goed, ik neem aan dat Ter Werf komende zaterdag op eigen veld toch wel duidelijk als favoriet van start gaat. En ik neem aan, maar goed, wat is normaal in het amateurvoetbal tegenwoordig? Want de ene week voorspel je zus en de andere week voorspel je zo, dan komt het weer niet uit. Maar ik mag aannemen dat Ter Werf komende zaterdag toch wel de punten in huis gaat houden.